Dit wordt nieuwsuitzending nummer 132. Ja, 132 wordt het. 130 staat momenteel te uploaden. Die staat hier. Die kunnen jullie zo dadelijk gaan kijken. Dat is echt ongelooflijk grappig. Oh, hij is al geüpload. Maar nu wordt hij nog geprocessed. Kwestie van tijd. Komt vanzelf goed. Ik weet niet of dit een lange uitzending gaat worden. Ik denk het van niet. Het is wel een heel serieus onderwerp. Want we gaan het hebben over 9-11. En dan op een positieve manier. En net als bij die 130 die nu staat te uploaden, ga ik interrumperen als ik dat nodig vind. Ik laat eerst eventjes Richard Gage aan het woord. En dit is zijn website. Die ziet er zo uit. Architecten en bouwkundigen die werken aan de waarheid omtrent 9-11. En hij is alweer gestegen. Want de laatste keer dat ik keek, stond hier staat nu een 5. De laatste keer stond daar een 4 en een 8. En de eerste keer dat ik naar hem keek, stond hier 24. Dus hij is even rekenen hoor. Maar sinds het begin is hij 100, meer dan 100 keer zo groot geworden. En dit is hem. Ik krijg nou een beetje een raar kleurtje erin. Ik weet niet waarom, maar ik klik er even op. Kijk op. Ja, Richard Gage, daar gaat het om. Dat is die man. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, hij doet zo ingewikkeld. En dat snap ik allemaal niet hoor. Ja, aan de andere kant. Ja, luister gewoon even naar hem. Komt-ie! This is our AIA CES-approved course, The Third Tower. Solving the collapse of World Trade Center Building 7. It's about the 47-story skyscraper, which was the third skyscraper to collapse on 9-11. I'm Richard. Kijk, dan moet je ook even weten dat die torens, die gingen op die dinsdagochtend, voor ons dinsdagmiddag. En dan kunnen die platte aarde mensen nog eens over gaan nadenken hoe dat kan. Maar dat was daar dus in de ochtend. Gingen daar twee torens omlaag. En die heten WTC 1 en WTC 2. En om 4:30 'smiddags ongeveer. En wij lagen toen al in bed. Hè? Want wij hoorden van die torens vanwege het tijdsverschil. Dat scheelt 8 uur of zo. Dus wij hoorden dat veel later van die eerste torens. En toen was het daar dus ochtend. Het is allemaal heel ingewikkeld met tijd en zo. Maar wij lagen dus in bed. En toen wij in bed lagen, is er nog een toren omlaag gegaan. Grappig, hè? Richard Gage, founder of Architects and Engineers for 9-11 Truth. We're a 501c non-profit organization representing a growing body of architects and engineers. A little bit about me. First, I was responsible at a firm in the San Francisco Bay Area for the construction documents for these $3 and $10 million gymnasiums at a local high school there, as well as the entire high school construction administration project for this $125 million project. And then more recently in Nevada, this $400 million project, which I had construction documents and construction administration responsibilities for, a 6-block project of retail and mid-rise office space, altogether about 1,200 tons of fireproof steel framing. Enough about me, though. I'm joined by 2,700, now almost 2,800, architects and engineers. Laten we dit even controleren. Richard Gage kan het wel zeggen, maar wat staat er dan op zijn website eigenlijk? Even terug hoor. Hier, dat klopt. Hè? 2751, dat klopt. Hij spreekt op dit terrein gewoon de waarheid. Hè? Op die andere terrein ook. We're demanding a new investigation of the destruction of these towers. Lijkt me ook inderdaad heel erg noodzakelijk.
Wie heeft dit gedaan? You're going to see why I'm working full-time now for the last 5 years since we founded Architects and Engineers for 9/11 Truth 10 years ago. Hoor je dat? 10 jaar geleden zijn ze dus begonnen, 2006. Nou, in die tijd heb ik hem ook leren kennen. En nu werkt hij dus full-time voor deze organisatie. And there's also more than 20,000 others who have signed our petition. I'm hoping you'll do that today. Ja, kijk. Je mag dus hier ook gewoon een petitie tekenen. Want dit, als je dus dit wil, ik zou het kunnen doen hoor. Want ik ben ingenieur, landbouwkundig ingenieur weliswaar. Maar ik weet dat hij het ergens over heeft. Dus ik kan hierbij komen staan. En jullie kunnen allemaal hierbij komen staan. Ze hebben die torens met opzet omlaag gebracht. Ja, kan je vervelend vinden. You will indeed receive one learning unit today for your participation in this course. Those of you who are architects, engineers, or particularly AIA members, just be sure to sign up on the clipboard that'll be coming around. And we'll report your learning units directly to the American Institute of Architects. Today we're looking at the third tower, and we have many AIA... Oké, dit zal ik even in kort uitleggen, dan ga ik even skippen hoor. Maar dit is dan de, wat je hier ziet, het zogenaamde computerding. Ja. En wat hierachter zit aan wiskunde en natuurkunde en zwaartekrachtberekeningen... krachtberekeningen en zo. Dat is allemaal geheim. Vanwege de staatsveiligheid. En Richard Gage, die weet gewoon dat hier, zoals ze dan zeggen, ik ruik een rat. Je weet dat dit niet klopt. En Richard Gage heeft er alle reden voor. Die kan het helemaal onderbouwen. A registered course formats. Which I'll introduce to you at the end, but you can bring this course directly to your firm, to your chapter, and everybody will receive one learning unit. That's HSW, Health, Safety, and Welfare Learning Unit. Never before has a steel frame high-rise building collapsed from fire. Why then did World Trade Center 7 collapse? And this was Dat is een hele goede vraag. Dat WTC-7, dat stond in de fik. Dat is duidelijk. Ook was in het WTC-7 heel opmerkelijk een bepaalde verdieping uitgerust met extra beveiligd glas. En was WTC-7 al ontruimd voordat de torens omlaag kwamen. Allemaal vragen, vragen, vragen. Maar goed, WTC-7 stond in de fik. Ja, dus... Heb je ooit gebarbecued? Heb je allemaal kolen en de fikke jongen? Dan moet je allemaal wapperen, allemaal zuurstof erbij. Niet van die zwarte rook, maar van die lekkere hete kolen. Hè? En dan die kippenpoten erop. Ja, die kippenpoten die gaan eraan. Hè? Je moet die kippenpoten niet te lang op de barbecue houden. Maar dat barbecue, dat rooster, maar, ja, dat. Ja. Ongetwijfeld wordt het een beetje buigzamer. Ik denk het wel. Ja. Stort dan de hele handel in elkaar? Als een plumpudding? Waarom? Attributed to normal office fires. So, in this course we'll be looking at the manner of its collapse, which as you'll see is a typical controlled demolition. And we'll be deciding for ourselves, is a new investigation warranted? And you'll, after looking at today's course, you'll be able to describe the characteristics of building fires and the aspects of design that have contributed to make fire-induced steel frame, fire-induced failure in steel frame buildings a rare occurrence. You'll also be able to recognize the distinct features associated with fire-induced collapses and failure versus those with controlled demolition. In addition, you'll be able to describe the series of structural failures that NIST claims was the cause of this building's collapse. NIST is the National Institute of Standards and Technology,
who was tasked by Congress to explain these collapses to the American people, all three collapses. And of course, you'll be able to analyze the physical evidence and dynamics of this building's collapse, and according to how consistent they are with the hypothesis of controlled demolition versus fire-induced failure. So, most architects and engineers don't know about the third worst structural failure in modern history. It's an untenable situation. Ja, dat klopt dus. Hij spreekt hier helemaal de waarheid. Hij gaat helemaal in op de belachelijke... Dit is het NIST, het National Institute of Standards and Technology. En dit is het definitieve rapport over het ineenstorten van het Wereldhandelscentrum gebouw 7. Wat niet door een vliegtuig geraakt is, het stond gewoon in de fik. Meer niet. En dan maken ze plaatjes met allemaal kleurtjes. Sorry, dit is een mooi blauw, dit is een beetje bruin. En dan heb je hier een beetje oranje en daar zit wat geligs en zo. En je gelooft het gewoon gelijk. Hè? After 9/11 in May of 2002. So that's what we're going to focus on, NIST's analysis. What happened to this building? Well, they claim that these fires were raging around this building the last couple of hours of this building's life. And so they show these fires burning. The problem here is that the photos and the videos show that the fires were out at the time, an hour and a half before the collapse of this building in that area. They had moved over to the west side. And so the cause of this, what they say is the fires caused expansion, thermal expansion of long span beams. That could not have been happening though, because the photos show, as we saw, those fires had moved to the west. So in the AE 9/11 Truth fire simulation, we show what's consistent with the photographs, NIST claiming 4 and 5 o'clock fires raging around column 79, which supports, in order to support their collapse initiation theory. What is that theory? Well, these are the long span beams that are supported by this girder, which is supported by this column. So they say that those fires were expanding these steel beams, pushing this girder off of its seat. Ja, hier wordt het echt ingewikkeld. En misschien dat hij een beetje doordraaft, maar het kan gewoon niet. Het kan gewoon niet dat er door een brand een gebouw zo goed als symmetrisch in elkaar zakt als een plump pudding. De hele ineenstorting van dit gebouw, gebouw nummer 7, dat heeft iets van 6,7 seconden geduurd. En je kan, als je dat, er is een videoanalyse van gemaakt van de ineenstorting. En 2,3 seconden, die zijn in vrije val. En dan hebben we het echt over 9,8 meter per seconde kwadraat. Ja, dat kan niet met een vuurtje. Met een vuurtje zakt het hooguit langzaam in elkaar. Op een gegeven moment gaat het een beetje buigen. En ja, weet ik veel, dan zakt het, ja. Maar om dit even te laten smelten, heb je een hele hoop houtskool nodig, denk ik hoor. Meer dan bij de gemiddelde barbecue. Hè? Dan moet je echt wel burn baby burn gaan doen. Dat is dus gewoon helemaal niet waar. En deze man, Richard Gates, ik doe even de audio uit. Laat hem even lopen, dat hij weer in beeld komt. Hè? Maar deze man, die heeft dus 10 jaar van zijn leven tot nu toe. Dus het is nu 2016 en hij is in 2006 begonnen dus. Dat is even mooi werk, man. Je moet blij zijn met zo iemand. En hij heeft dus bijna 3000 professionele architecten en bouwkundigen. Die heeft hij aan, die betalen mee. Ik ga nog even naar hem kijken, ja? Dit
Dit is dan dat belachelijke NIST-ding. En hier links zie je dus hoe die ging. Nog een keer. Dit is echt heel grappig. Dus aan de rechterkant zie je dus het. Wat is het nog over de column? Oh ja, dat is een column 79. Ik ben iets te ver terug misschien. Nee, laat maar even komen. Laat maar even komen. Je ziet ze daar. Kijk, hier komt hij dus. Ja? Rechts zie je het computermodel en links zie je de werkelijkheid. Dit is het computermodel. Ja, zie je dat? Voor ons aan de linkerkant van het rechte gebouw begint er iets te dingen. Dit is het computermodel. En links dus de werkelijkheid. Kijk, daar gaat hij. En het computermodel? Wat is dat dan? Wat heb je daar? En als je dan wil weten, hoe heb je dit geconstateerd? Dan wordt er gezegd, ja, dat is staatsgeheim. Oei. Nou, het zal wel. Kijk nou even verder of we nog iets leuks vinden. Ik denk dat jullie deze video gewoon zelf even moeten bekijken. Of je snapt nu al dat je bij de neus genomen bent aangaande 9-11. 9-11. Dit waren de katholieken in actie. En you believe me dat deze mensen wat kunnen. Kunnen alles verbergen. En ik hoop maar dat Richard Gage zijn hand niet overspeelt. Aan de andere kant, hij heeft het dan niet over de daders. Hij heeft het alleen maar over dat er iets niet klopt. Dus misschien is hij wel gecontroleerde oppositie. Dat zou kunnen. Ja, op een gegeven moment kan je niet, op een gegeven moment kan je niemand meer vertrouwen. En ik vind het echt dat jullie dit moeten accepteren. Dit gebeurt er met ons. Ze spelen met onze voeten. Ah, que sera, sera. Whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera. Ja, het is wel zo. Het is een hele mooie geschiedenisles. En ik vind het hartstikke fijn dat jullie dit uitgeluisterd hebben. En dat je er ook tegen kan en dat je er een beetje om kan lachen. En dat je ook blij bent dat er mensen zijn zoals Richard Gage. En die gaan gewoon door. Als een zalm tegen de stroom. Als een onwetende Pim Fortuyn. Maar dan geen homo. Richard Gage die heeft geen vlieg kwaad gedaan. Het enige wat hij heeft is dat zijn hairdo lijkt heel veel op de hairdo van mij. En dat is geen compliment. Maar moet je dat mij kwalijk nemen? Dat ik. Ik heb ook niet zoveel haar meer. Ja. Dat is het enige. En hij heeft een bril en ik ook. En ik heb hem nog nooit betrapt op een slordigheid, een vergissingkie. Klein dingetje. Een verspreking. Maar zijn algemene boodschap is duidelijk. En 9-11, dat moet uitgezocht worden. En jullie die mij begrijpen, die mij volgen, jullie moeten allemaal een e-mail gaan sturen naar de nos.nl en een fatsoenlijke documentaire vragen. Of bel de Volkskrant op. Wat is hier aan de hand geweest? Want hier waren interne explosieven. Wie heeft die explosieven mogelijk neergezet? Nou, dan wordt er gelijk gezegd, dat waren de Joden. Nou, de Joden waren dat niet. Het was de katholieke kerk die heeft dat gedaan. Gewoon de mensen angst aanjagen. Ons tot armoede vernederen of zoiets. Daar houden ze van. Want de paus die geeft om de armen. En hij wil zoveel mogelijk armen.
Want al die armen, hè, armen hangen ook aan je linker en rechterkant van je schouder. Hè? Maar je armen die kunnen werken. De armen kunnen werken. En daar houdt de paus van. Want de paus die zit lekker met zijn billen in de eau de Cologne. Met zijn mooie witte pakje of zijn paarse pakje of zijn weet ik wel wat voor pakje. En dan moet hij weer een hoed op en dan weer een andere hoed en dan weer een keppeltje. En, ja, dat kost allemaal klauwen mijn geld. En hij moet in een lekker bedje liggen met de, ja, toch hele mooie dingen, man. Prachtig, prachtig, prachtig. Man. Maar het moet wel betaald worden. Hè? En daar zijn de armen voor. En de armen, die gaan het allemaal betalen. Ja. Dat is de business. De mensenbusiness. En de volgende keer ga ik er lekker weer over door. Hoe zeg je dat nou? Zoiets, ja. Doorzeuren. Zeiken, zaniken, zeuren en... Even kijken, zeiken... Zeuren, zaniken. Oh ja, en zagen. Dat was het. De vier zetten. Zeiken, zeuren. Zeiken, zeuren, zaniken en zagen. Ja. Ja, het is een soort gedicht, is het. En dat moet je gewoon blijven doen, want wat maakt het uit? Deze organisatie, daar hebben wij minimaal ongeveer toch wel 1000 miljard van te goed. Nou, we hebben 7 miljard mensen. Ja, dan heb je dus 1000 gedeeld. Dat is €140 per persoon. Nou. Morgen afleveren. Iedereen om me heen €140. Lekker lachen. En dan gaat de hele samenleving weer draaien. En dan kun je hier in Arnhem weer gewoon varkenslever kopen. Of ganzenlever. Of ja, whatever maar. Hè. Kaviaar. Ik wil de veganisten niet voor de schenen schoppen, maar dat komt dan ook weer los. Hè? En rotan meubelen krijgen we dan weer. Heel goedkoop, kan je een stoeltje kopen voor 10. Heb je gewoon 10? Heb je 10? Oké, hier, rotan meubel. En een stoel of een wat. Dan komt al die rijkdom weer terug. Die paus, die intro, zijn meest favoriete ding is werkeloosheid. En dan hopeloosheid, reddeloosheid, redeloosheid, radeloosheid. En daar stuur je op aan. Dat is een stomme... ons de les lezen. Van ik ben de baas van jullie economie en ik ben de baas van jullie geloof. Hé, dat heb ik gewoon liever zelf niet. Ik wil een fatsoenlijk financieel systeem waarbij iemand die kan werken... Dat hij ook mag werken. En dat hij dus ook moet werken. Want als je het kan en je mag het. Ja, dan moet je het. Hè? Aan de slag, vlerk, zolang je nog kan. Hè? Ga aan je werk, vlerk, zolang je nog kan. Dat was de rijm. Hè? Maar zo moet het zijn. En iedereen moet gewoon kunnen werken. En niet al de gedoe met die arbeidscontracten. En dan eenjarig en dan tweejarig. En ja, maar zo kan het niet. En wat een onzin. Als iemand wat kan, dan moet je hem laten werken. En dan geef je hem gewoon dinges. Ga weg met je gekke regels. En natuurlijk is het zo dat als mensen heel veel gaan verdienen. Ja, die gaan boven gemiddeld verdienen. Die leven als het ware van de armen, net als deze paus. Ja, die gaan belasting betalen. En allemaal in alle redelijkheid hoor. Iemand die echt een villa wil bewonen. Ja, die moet gewoon genoeg geld krijgen om die villa te kunnen kopen. Ja, natuurlijk. Kijk, ik wil geen villa. Want als je een villa hebt, ik zal het je even verklappen. Maar als je een villa hebt, dan zit je dus ook opgescheept met een tuinman. En een werkster. En dan ook eens in de zoveel tijd, dan moet het rieten dak vervangen worden. En dan komt er weer iemand langs om en die gaat de sloten vervangen of zo. Of dan moet je een of andere camera laten monteren door een of ander bedrijf. Ja, ik heb daar geen zin in.
Maar als er mensen zijn die zeggen, ja wel hoor, ik vind het leuk. Dan komt er onze man langs en nou, die gaat de tuin doen. En dan ga ik een kopje koffie mee drinken. En dan loop ik met hem nog even langs alle planten. Ja, als je dat leuk vindt, ja, dan moet je het gewoon lekker doen. Kijk, die tuinman, die vindt het wel geinig hoor. Die komt wel langs. En die knipt je heg wel. En die ruimt de rotzooi wel op. En dat zal best wel een aardige vent zijn. En als jij dat leuk vindt, ja jongen. Pak jezelf een villa. Hè? In Oosterbeek zijn er genoeg hoor. Ze zijn weliswaar momenteel bewoond. Maar die mensen gaan ook zo dadelijk dood. Ja, en dan blijft die villa achter. Nou, mag jij hem hebben hoor. Ik hoef zo'n ding niet. Echt niet. Ja, delen dat wel. Gewoon met z'n vijven, zessen, achten of zo. Allemaal een kamertje. Dat lijkt me wel aardig. Maar dan moet je ook iemand hebben die van die tuin wat leuks gaat maken. En dan heb je weer andere... Ik ga niet in de tuin werken, niet meer op mijn leeftijd. Dat ben ik mee opgehouden, dat doe ik dus niet. Ik wil wel kijken naar een mooie tuin. Een groentetuin, vind ik dat dan, hè? Met worteltjes. En dan, wat mij betreft, geen spruiten. Maar ja, als je dan toch per se spruiten wil, oké, doen we toch spruiten. Als ik ze maar niet hoef op te eten. Behalve dan met konijn. Bij konijn, als je daar een goede frambozensaus bij hebt. En dan een spruit erbij, met aardappelpuree. Dan... Oké, dan doen we ook spruiten in de tuin. Zo kunnen we alles terugpakken. Want het is allemaal van ons. Waar Richard Gage mee bezig is, dat is een misdrijf. Daar komt een vergoeding voor terug. You believe me. Dat kan niet anders zijn. En tot die tijd. En wanneer komt die uit? Wanneer die vergoeding komt, ik zou het niet weten. Maar de geschiedenis, die zal... De geschiedenis is altijd verborgen gehouden voor ons. Maar door de gebeurtenissen van 11 september weet iedere jongeling die niet alleen maar internetmeuk kijkt, maar ook een beetje op internet kijkt. Ja, die weet dat er gelogen is. En dat scheelt. Dat scheelt een generatie. Dat scheelt, zoals in het schaken zeggen, een tempo. He, doordat ze 9-11 hebben ze geupfukt. Gefukt up. Geupfukt? In ieder geval, ze hebben het verkloot. Ze hebben een toneelvoorstelling gedaan en heel erg slecht uitgevoerd. Alles was te laat. En dat komt waarschijnlijk doordat die mensen allemaal denken, het interesseert me helemaal niks. Zo. Ze zijn niet gemotiveerd genoeg. En waarom zouden ze ook gemotiveerd zijn? Je gaat de mensen voor de gek houden? Met een stomme toneelvoorstelling, waarbij er in het echt ook 3000 echte burgers, die zijn aan de andere kant van de heg gaan liggen. En dat heb je voorbereid. Ja, niemand heeft er echt zin in gehad. En daarom was het ook zo doorzichtig voor ons. Nou, nu wordt dus de geschiedenis herschreven. Dankzij 9-11. En ook dankzij Richard Gage. Die eraan meewerkt. Die echt een houding geeft. En een exemplarisch is. En kijk naar die man. Gewoon kijk gewoon naar zo, hoe hij praat en hoe zijn publiek is. En misschien dat dit niet zijn beste film is, maar hij heeft nog veel meer gemaakt, joh. En pak je maar zo'n allereerste van hem. Er is ook zo'n film dat dan laat hij alleen maar andere mensen aan het woord. Is er ook zo één en dan wordt hij bezocht door Alex Jones. En dan zie je Richard Gage echt helemaal achterover deinzen van, wow, you clown. Richard Gage en Alex Jones, misschien dat ik er de volgende keer een uitzending over kan houden. Maar hij zet gewoon door. En we moeten ze terugpakken. Dit mogen wij ons niet laten aandoen.
Ter afsluiting vertel ik een Afrikaanse mop. En moppen, het slaat op humor. De bedoeling is dat je erom lacht. Maar die mop die gaat als volgt. Er was een Afrikaans dorp. En daar woonde een oude man. En die kon niet meer hard werken, maar die had wel zo af en toe honger. En op de markt had hij een kuikentje gekocht voor 2 dubbeltjes. Ja, zoiets. Hè? Heel weinig. Die man was zo arm als een kerkrat. Dus die kocht een kuikentje. En toen heeft hij dus graan en allerlei dingen verzameld. En het kuikentje te eten gegeven. En het kuikentje had er zin in, joh. En het werd gewoon echt alsmaar groter en alsmaar groter. Hè? En toen kwamen de jongens uit het andere dorp. En die zagen die oude man bezig met de inmiddels groot geworden kip. Die was eieren aan het leggen. En het ging allemaal helemaal fantastisch. En die oude man die was blij, jongen. En die jongens van het andere dorp, die zagen die blijheid van die oude man. En die vroegen zich af, waarom is die man zo blij? En toen was er een slimmerik van die andere jongens en die zei, dat komt door die kip. Nou, en die Mongolen, die hebben toen gedacht, nou, wij willen ook blij worden. En die hebben toen zijn kip gepakt. Hè? Gepikt. Zijn kip ingepikt. Dus die oude man, de volgende dag, dan komt hij weer naar buiten en dan een kip weg. Daar waren die jongens. Dus die oude man die gaat naar het marktplein. Waar iedereen altijd komt, hè, om de goederen uit te wisselen, de waren. En die zegt, die jongens van het andere dorp, die hebben mijn kip gejat. Zou je daar wat aan willen doen? Ik zeg het maar. En die mensen zo van, ja, niet zo zeuren, maar nee, ja, een kipje weg, kipje erbij. Neem je toch een nieuwe kipje. Je krijgt van mij een gratis kuikentje. Ja, dan kan je weer eentje doen. Die oude man die had er dus echt, op het Amsterdamse zeggen, de tering in. Dus die gaat boos naar huis. Nou, even later was er dus een andere dorpsbewoner en die was zijn geit kwijt. Nou, een tumult, jongen, op het dorpsplein, op het marktplein. Tot, een geit gejat. Nou, en toen dacht die oude man, die kreeg hoop, hè. Die kreeg gewoon hoop. Dus die ging naar dat marktplein toe. Hij zei, oké, zei hij, gaat het over die jongens van het andere dorp? En iedereen zo van, ja, ja, het zijn die jongens van het andere dorp, hebben geit gejat. Zei die oude man, jullie moeten beginnen bij het begin. Ze hebben mijn kip gejat, weet je nog? Eerst die kip terughalen en dan die geit afwerken. En die mensen lachen van, ah, je stomme idioot met je stomme kip. Hier gaat het om een geit. En ze blerden maar door. Nou, de weken gingen voorbij. En toen hebben ze een meisje gepakt. En die kwam helemaal dichtgetimmerd. Was allemaal niet zo grappig. En weer tumult op het dorpsplein, jongen. Oh, oh, oh. Want nu was het echt erg, hoor. Nou, ze hadden een meisje gepakt. Oeh. En die oude man, die komt dus weer naar het dorpsplein. Want die denkt, aha, misschien zijn ze nu serieus. Dus hij kwam op het dorpsplein en die mensen die waren nu echt geschokt. Want ja, dat was een verkrachting. Dus ja, dat meisje is helemaal bont en blauw. En, ja, dat is niet zo grappig, hè. Viel zo'n stilte en toen zei die oude man. Want zoals ik al 2 keer. Dit zei die oude man. Hè? Zoals ik al 2 keer eerder heb gezegd. Ze hebben mijn kip gepikt. Die moet je terughalen. De rest komt later. Wij moeten heel even afronden. De grap is voorbij. Hè? Jullie zijn nu eenmaal uitgelachen. Maar wij moeten beginnen bij het begin. En al ons geld. Wij hebben ontzettend hard gewerkt. We hebben de A12 volgepompt. We hebben de A6 volgepompt. De A1,
de A15, de A20, de A7 en alle snelwegen die ik vergeten ben. Hebben we allemaal gedaan. Allemaal wekker gezet en oh, 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 oh. We hebben onze kinderen naar school gebracht. Dat is wat waard. En wat hebben we ervoor teruggekregen? 0, broekzaak. Ja, een grote bek van een gemeenteambtenaar die zegt van, ja, u moet wel eerst komen via een afspraak en dat moet via het internet met uw DigiD. En als u geen DigiD heeft, dan kunt u naar notaris.nl voor €100 een nieuw DigiD aanvragen. Wij moeten daarmee ophouden. En niet meer accepteren. Wij moeten die mensen uitlachen. Zij zijn de jongens van het andere dorp. Maar we kunnen ze niet pakken. Want ze hebben de militairen en de politie en de marechaussee en de burgerwacht en de buurtwacht. En ze hebben alles in handen. Maar we kunnen ze wel uitlachen. En dat zullen we wel moeten doen. Want wat ze ons aandoen, dat kan niet. Dat is absolute onzin. Dat de aarde plat is bijvoorbeeld. Dat is gewoon helemaal niet waar. De aarde is natuurlijk plat voor ons. Dat is een metafysische discussie. En zo gaan ze maar door. Vaccineren is gezond voor je kind. Dat is niet waar. Dat is helemaal niet gezond. Wat gezond is voor je kind, is een lekkere wandeling in de buitenlucht. En dan met bijtjes, kevertjes, waterdiertjes, whatever. Een eindje fietsen. En dan kan je mee beginnen als je kind 1 is. En dan moet je erin zo'n zitje zetten. En dan zeg je, kind, let op, we gaan fietsen. Goed in de rondte kijken. En heel goed opletten. Hè? Want fietsen gaat harder dan lopen. Als je met je kind gaat lopen, gaat alles heel langzaam. Als je met je kind gaat fietsen, moet je je kind wel waarschuwen. Van, we gaan fietsen. Dat moet je doen met je kind. Dan wordt je kind rustig. Zo zijn al die dingen die ze ons inlopen te wrijven, zoals met 9-11. Er was Osama Bin Laden in een grot met een laptop. En zijn 19 makkers, die hadden allemaal een breekmesje. Ja, dat kan je toch niet geloven, man. En onze kranten, en onze tv, en onze politici, en alle universiteiten, die doen allemaal alsof hun neus bloedt. Want mensen die hierover lopen zeuren, die zijn eigenlijk van binnen depressief. En die reageren hun negatieve gevoelens af op de overheid en verzinnen dan complottheorieën. Nee, er is hier helemaal geen sprake van een complottheorie. Het is gewoon absoluut onmogelijk wat de overheid ons opdist. En wij moeten daarmee omgaan. Maar dat kunnen we reuze goed hoor. Er is helemaal niks aan de hand. Want het is de waarheid die ons vrij zal maken. En dan is het maar een beetje eng af en toe. Hè? Nou, op zijn, dit was het nieuwsuitzending 132 als ik mij goed herinner. En op zijn hamburgers, het is nu één keer een gewoonte geworden. Saki, dat is op zijn Duitsers. Hè? Op zijn hamburgers, Saki, tjus, dag lieverds.